Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Sorry voor de overbelichting. Laat ik zeggen, ik heb mijn make-up vandaag niet gedaan, want ik ga zo nu naar Utrecht. En Leila gaat vandaag mijn make-up doen. Ik weet niet of jullie haar kennen, maar ze is volgens op Instagram onder de naam Leila Amini. Ik heb trouwens mijn auto niet laten zien, maar ik heb een broekje aan van een boutique. Ik weet alleen niet meer hoe die heet. Mijn nieuwe Zara broek, ik vind die echt zo chill. Mijn oude Masons en mijn nieuwe Louis Vuitton tas. Ik ben erg blij met mijn nieuwe Louis Vuitton tas. Ik moet dus nog even mijn lenzen in doen. Nu ben ik vergeten in te doen en dan zie ik echt helemaal geen fuck. Dat is niet zo handig tijdens het rijden, lijkt mij. Yes, ik kan weer kijken. Snel bril op en vertrekken richting Utrecht. Ik moet nog een ontbijtje halen, dus die moet ik nog scoren. Ik zie eruit. Ik heb net getankt, een flesje water gehaald en een cappuccino. En nu richting Utrecht. Oké. Ik ben net aangekomen. Ik ben alleen iets te vroeg, dus ik moet nog even wachten op Leila. En dan gaan we starten met dit. Jongens, kijk eens waar ik ben. En deze mooie meid is ook al net gearriveerd. Die gaat me helemaal omtoveren, hè? Komt goed. Nou jongens, ik ben inmiddels met Leila. Kom op beeld. Oh kijk ja. Hoe mooi ze is. Ik ben nog niet gefilmd. Kijk hoe cute. Mezelf mooi. We hebben best wel best dezelfde haarkleur, hè? Ja, een beetje wel, hè? Ja. Echt mooi geluk, man. Holle. Ja, echt? Ja, geen grap. Je moet echt wennen, man. Ja? Je bent normaal gesproken een beetje donker, hè? Ja. Ja, echt mooi. En ik heb middenscheiding, heb ik nooit. Wat heb je? Ik heb nooit een middenscheiding. Oh ja, ik zie het, maar het staat jou best wel goed. Ja? Met dit staat het leuk, maar met zwart haar voel ik me echt een nerd. Echt? Nee, maar zij gaat mij omtoveren. Ik heb er echt zin in. Ga mijn beautyblender wassen? Ja. Hij kan wassen, maar dat is wel mooi, hè? En wij ontbijten allebei met cola. Heb je ook niets gegeten? Nee man, koffie. Ah, oh, dit was chocola. Nee joh, nog erger. Kijk, weet je hoeveel mensen hier altijd komen zonder dat ze eten, omdat ze zo stressen met twee stemmen. Ja, ik ken het. Is het als je wil? Thank you, babe. Kun jij nu nog een keer hebben? Oké, vertel, wat wil je? Oké. Leila, dit is wat ik wil. Ik wil een heel bronzy, overdreven look. Ik wil niet natural eruit zien. Oké, is goed. Oké, maar ook niet heks. Nee. Maar ik wil echt heel erg bronzy. Geen kleur, hè? Geen paars, groen, blauw. Ik hou daar niet van. Goed. Alleen mijn haar zit er denk ik een beetje voor. Nee, dat is goed. Ja? Oh, yes. Kijk. Yes. Net zoals bij die masterclass. Alleen mijn haar is denk ik heel anders dan. Dit is wel genoeg. Oh, echt? Ja. Oké. Heb je al iets op? Nee, ik heb alleen die bronzer op en een dagcreme. En jij ziet er mooi uit, hoor, Marcella. Echt waar. Vind je? Ja. En ik ben echt zo nog niet tevreden, hè? Ze gaat nu mijn neus contouren. Het is echt stil, hè? Ik kan dus die kost over. Zo. Kijk, zie je het verschil? Die van mij is heel erg liggen. Wacht, ik moet hem misschien even instellen. Zo. Jouw camera is mooier nu, zie je dat? Ja. Zie je dat? Of wat vind jij? Ja, ik weet niet. Misschien heb ik hem van een bepaalde stand of zo. Mijn taart die komt straks. Ik vond het zo grappig. Dus elke keer van, ja nee, laat het maar aan mij over wat ik ga doen met de taart. En ik dacht van nee, ik heb wel echt een eigen smaak. Ik vind niet alles mooi, zeg ja. Maar. Dan zegt ze, nee, laat het aan mij over. Laat aan mij. Ik dacht, oké, nou, ik vertrouw jou erop. Toen had ze mij vandaag een voorproefje gestuurd van hoe mijn taart eruit ziet. Ja. Helemaal sterk. Wat dan? Dat was gewoon. Zo, ik laat je eens zien. Wie is je taart gemaakt? Couture Cakes. Wil je een voorproefje zien van mijn taart? Ja. Ik denk, oh mijn god, nu ben ik echt benieuwd hoe die eruit ziet. Oh mijn god. Dat is gewoon zo'n sculpture, zeg maar. Heb je ook gewoon nagemaakt? Van mijn hoofd. Oh, ik moest zo hard lachen. Mooi? Ik teken mijn lippen heel anders. Oh, oké. Hoe dan?
Ieder, ik maak het iets groter. Iets groter. Ja. Kijk, zoiets. Maar je moet denk ik even iets meer corrigeren. Kijken? Ik maak het iets ronder van boven. Okay. Ik wilde dat doen, maar ik dacht van, dan doet ze dat niet. Dan is het echt raar. Snap je? Ik doe het altijd. Ik vind alles zo. Als iemand anders dat bij mij doet, denk ik van, wat is dat met mijn lip gebeurd? Ik ga je wenkbrauw nog een beetje tekenen. Dat is echt mooi. Ik krijg zo'n poppig gezichtje. Ja. Ik vind leuk dat je dit zoveel opdreven hebt gedaan. Want ik hou je echt van. Ja, toch? Dat wil je toch? Dat is de glam. Oh, deze geur is nog steeds zo lekker, hè? Ja, rozenwater. Ja. Echt cute. Een onderwimpers nog. Oh ja. Ik doe daar niks op. Doe maar. Ja, toch? Dan krijg ik grotere ogen. Ja. Ik vind het echt cute. Ja, ik wil echt letterlijk zoiets, hè? Mijn buik. Ik wil niet gegeten. Eet chocola. Ik ga zo chocola. Even mijn haar met je losschudden. Ja. Kom maar echt een ander mens met mijn haar. Oh mijn god. Oh, dat is echt zo anders. Grappig, hè? Een beetje prachtig. Waarom te filmen? Kom het hier voor? Voor een beetje voor het licht. Zo. Moet ik echt gewoon stil zitten? Mm-hmm. Oog dicht. Beauty. Wacht. Is het leuk? Nog een keer. Ik doe mee aan Vaas. Of vind jij het stom? Nee, ik vind het wel leuk. Oké. Okay. Ik vind het soms een beetje awkward als mensen dat zeggen. Alsjeblieft. Dankjewel, schat. Okay, ik ben inmiddels gestopt bij de tank om even een broodje te halen. Ik heb nog steeds niet gegeten en ik heb echt heel erg veel trek. Dit is trouwens mijn make-up geworden. Ik had daar niet echt heel erg goed licht om mijn make-up te showen, maar dit is mijn make-up. Ik vind het echt mooi. Dus een beetje van dichtbij. Het heeft echt heel erg heftig contour bij mij, want daar heb ik zelf om gevraagd. En bij mijn ogen heeft ze ook geen eyeliner gedaan. Zo zien mijn ogen eruit. Ik ben er echt blij mee. Wat vinden jullie hiervan? Dit is een beetje een iets heftige look dan de vorige keer. Want de vorige keer heb ik me laten opmaken. Maar was heel erg natuurlijk. Ook super mooi. Maar ik wil vandaag natuurlijk iets heftiger. Want ik ben vandaag natuurlijk jarig. Tenminste, ik ga vandaag mijn verjaardag vieren bij mijn vriendinnen. Dus ik heb me laten opmaken. Ik ga zo naar huis en dan komt mijn taart binnen van Couture Cakes. En daarna ga ik in de avond uit eten met mijn vriendinnen bij Orton Barbecue. Dus ik heb er echt heel erg veel zin in. En nu heb ik mijn make-up al gedaan. Dus dat hoef ik niet meer te doen. Ik hoop echt dat hij de hele dag erop blijft. Ik ben nu snel uitstappen en een broodje halen. Het is echt zo'n handige tas trouwens. Ik ben er zo blij mee. Ik kan er echt gewoon letterlijk alles in douwen wat ik wil. Ik hoef niet meer na te denken over ruimte in mijn tas. Soms dacht ik ook, nou neem ik dit niet mee, want dan kan ik mijn mobiel niet meer in mijn tas douwen. Maar nu kan het allemaal wel. Ik ben echt blij mee. Ik heb net bij de tank een tostietje gehaald. Ik heb hier echt zin in, jongens. Jongens, mijn taart is binnen. Kijk één keer hoe leuk. Jullie gaan echt schrikken. Ik wist dus niet dat het op de taart stond pas een paar dagen geleden. Wacht, ik ga met licht op schijnen. Kijk hoe mooi. Ik zei tegen haar, ik wil sowieso goud met zwart. En ze zei, het komt helemaal goed, maar vertrouw op mij. Ik maak echt een Miriam Ahmadi taart. En she did. Letterlijk gewoon. Hoe cool is dit? Zo mooi. Mijn krullen. Nou, ze is mijn borsten niet vergeten. Ik ga stuk. Ik ben hier zo blij mee. Ik ben inmiddels in de lift met Esmee. Leuk dit licht. Nou... Ja, deze licht hier is zo lelijk. Het is echt niet normaal. Kijk zo, als je dichterbij gaat staan. Ja, je moet eigenlijk uit het licht gaan staan. Dan valt het wel mee. Veel beter. Looking good. Zo is het, hè? Oh my god, ik mag praten. Wat, zie je ons zo beter? Ja. We zien ons goed. We zijn er bijna meer. Ja, we zijn bijna. Maar gaan we eten? Orton Barbecue. Als je vergeten. Ja, hoe heet het weer? Orton, hè? Orton. Het is wel een moeilijke naam. Orton Barbecue, ja. Want gisteren vroeg iemand ook waar we gingen eten. Dacht ik, oh shit, hoe heet het ook alweer? Ja. Ja, we zijn er bijna. Alleen nog even een parkeerplek zoeken. Want dat vind ik altijd heel erg lastig hier in de buurt. Ja, we moeten even kijken. Want nou, we zijn al heel lang voor een rood stoplicht. Hmm. En we hebben echt... Dit is onze eerste keer we daar eten allebei. Je hebt het ook niet gegeten. Nee, ik heb het ook niet gegeten. We zijn echt erg benieuwd. En het zag er echt goed uit. En ik heb echt zo erg honger. Van vlees eten. Zo, maar ik zou ook lekker de lamskoteletjes en zo. Ja, ik ga sowieso voor lam. Ik ga ook voor lam. Maar volgens mij heb je gewoon een gemixte grill. Hoe moet je trouwens met make-up?
Ja, je make-up is echt mooi. Lea heeft het mooi gedaan. Ja? Ja. En dat ik echt opmerk bij haar, zeg maar, mijn make-up is nog steeds goed. Terwijl ik in de middag ben opgemaakt, hè? Ja, make-up is echt goed. Heb je goed opgelet? Middag, heb je goed opgelet? Ja, ze heeft heel erg afgepoederd bij mij. Ja? Ze vroeg me van, glim je op het einde van de dag? Ik zeg ja, maar ze heeft echt heel veel poeder opgedaan. Wij doen heel weinig. En wij dachten niet eens, weet je, met poeder, maar het is wel ja. Nee, je wordt wel een beetje cakey. Vind je mij cakey of niet? Nee, ik vind het wel meevallen. Oh, oké. Okay. Want ze heeft die Laura Mercier gewoon hele, nou ja, hier en hier heel veel opgedaan. Oké. Okay. We doen dat niet, hè? Nee, we doen dat echt niet. Ja, het zit wel goed. Het zit wel goed. Oké. Okay. Nou, we zijn er bijna. Tot straks. Dus jullie zien ons zo. Ik ben inmiddels aangekomen bij Orton Barbecue. En dit is Honey Marinka. Die zien jullie zo vaak in mijn vlogs. En dat is me. Met de handen. Go girls. Al in sulfite, schat. Space air. Oh, thank you. Kijk, even serieus. Ze hebben het over mijn taart. Ik ga stuk. Ongeveer. Scorpioen de Emelbarts. I don't like it. Hoezo? Dat is een heel mooi deze kaart. Heel mooi kaart. Gaaf, hè? Hier gewoon op je woonkamer. Dat is mooi. Mooi kaart. Die foto's van ons zijn echt heel mooi boven. Leuk. Ja. Ik hou van dit merk sowieso. Het is een armbandje. En er zit heel veel, ja, hond weet het al. Wat vind je? Ja, mooi. Mooi. Oh, mooi. Ik ben mooi. Dat is stuk. But I know it's true that I was made like you. Zo goed uitzien, heel erg warm jongens, niet normaal. Zal ik omdraaien? Ja. We hebben mocktails besteld en ik heb een mojito zonder alcohol. Ziet er echt leuk uit. En Esme heeft een pina colada, ook zonder alcohol, hè? Dank je wel. Wauw! Kijk jongens, hoe leuk. Ze hebben allemaal Polaroid foto's van ons gemaakt. En deze is voor mij alleen. Hij is echt zo leuk. En we hebben er vier samen gemaakt. En ze komen zo rustig door. Nou jongens, wij zijn weer klaar met eten. Ja. Film achter. Kijk. Kijk die dames achter ons. Hey, hallo. Het was echt lekker, hè? Het was super lekker. Ja. Dit is echt een rare shot. Ja, oh. Ja, we lopen hier. En we moeten een beetje doorlopen. Yeah. Maar het was super lekker. Ja, veel te veel gegeten. Wat zijn jullie dan nog verder? Hier, daar zijn wij. Nog eventjes. Oh. Nummer 1. Love you. Dankjewel. Kijk jongens. Ik heb het armbandje gekregen van Esme. Hij is echt cute. En hij heeft echt een hele lieve betekenis. Oké jongens, ik ga mijn taart snijden. Oh, hij ruikt zo lekker naar chocola. Okay. Oh, lekker. Zo lekker. Oh, vanille en chocola. Jongens, kijk hoe die eruit ziet. Dit is echt een goede chocoladetaart. En hij ruikt zo lekker. Kijk dan, Han. Wauw. Ja. Ja, dit is echt een heftig taartje. Hij ruikt echt super lekker. Goedenacht, jongens. Ik ben inmiddels thuis. Nesim is inmiddels thuis. Ik heb mijn tanden gepoetst. Hij is nu zijn tanden aan het poetsen. En ik had ze allemaal aan het rondrennen. Wij gaan naar bed, we zijn allebei kapot. Eeuw, Nessim! Ness! Eeuw!
Ik wil de vlog even afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vinden. En ik zie jullie morgen weer. Het is echt 3 uur. Ik moet snel naar bed. Want ik heb morgen echt een drukke dag.